Oké, Max, wat gaan we kijken? Ik vind Stranger Things wel een leuke serie. Nu hoor ik niks, maar bijvoorbeeld... Dit is wel een beetje, maar niet heel hard of zo, dus... De 16-jarige Max is al zijn hele leven slechthorend. Ik heb aan beide kanten CI's en dat zijn implantaten en die werken een beetje als gehoorapparaten. Gesprekken gaan daardoor beter, maar een serie of film kijken is voor hem niet altijd makkelijk. Als ze niet alles hoort onder titel, bepaalde geluiden of gewoon gesproken dingen, dan kan ik het gewoon niet meevolgen. Bijvoorbeeld als er een spannende muziek is, wordt daar ook in de ondertiteling gezet. En ja, als ik dat niet hoor, dan ervaar ik diezelfde spanning dus ook niet. Er zijn verschillende soorten ondertiteling. Bijvoorbeeld ondertitels voor mensen die alles wel goed kunnen horen, maar een buitenlandse taal niet goed kunnen volgen. You'll stay with me. Maar bij ondertiteling voor dove of slechthorende mensen worden bijvoorbeeld ook geluidseffecten benoemd, zoals een telefoon die afgaat. Of bij een explosie. Maar deze ondertiteling is er niet altijd. Volgens organisaties die zich inzetten voor de 1,5 miljoen dove en slechthorende mensen in Nederland, komt dit onder meer omdat er voor streamingsdiensten geen regels zijn over ondertiteling. En als je dus naar een programma wilt kijken en er blijkt geen ondertiteling te zijn, dan kun je dus gewoon niet naar kijken. En kun je ook niet meepraten op school of op je werk over hoe het nou gisteren was met een voetbalwedstrijd of met een programma wat je graag wilde zien. Het geluid wordt niet omschreven, de tekst, de gesproken tekst wel. Ik ervaar het toch wel anders. Wat doe jij als er geen ondertiteling is? Dan kies ik gewoon voor om het niet te kijken, want dat heeft gewoon geen zin voor mij. Max vertelde eerder, in 2019 in het Jeugdjournaal, ook al dat ondertiteling op tv niet altijd fijn is. Dan kijk ik dus tv met ondertiteling, maar dan loopt het steeds achter. Oh, het klopt echt helemaal niet. Ja, ik heb het gewoon geaccepteerd en dan kijk ik het met vertraging, ja. Sindsdien is het dus niet beter geworden. Daarom willen organisaties dat er wel en ook snel iets verandert. Wat wij zouden willen is dat alle programma's goed ondertiteld worden. En dat het ook op redelijk korte termijn gaat gebeuren. Dus elk jaar echt een stuk verbeteren totdat je op 100% ondertiteling zit. En ook Max hoopt dat zenders en streamingsdiensten hier beter naar gaan luisteren. Gewoon dat er zoveel mogelijk zou kunnen worden ondertiteld. En dan ook die geluiden erbij eigenlijk.